Yo, kijkers van Daan van Gils. Leuk dat jullie kijken naar de allereerste video van dit kanaal. Ik ga beginnen met de Minecraft Survival serie. En dit is de allereerste aflevering die jullie ook gaan zien. Ik ga wel onderhandelen zoveel mogelijk dingen doen om ook hout te verzamelen. Nou ja. Dus ja, we gaan eigenlijk gewoon een beetje beginnen met een beetje hout te verzamelen. Nou, en zal ik dan maar beginnen met mezelf voor te stellen. Ik ben Daan, ben 12 jaar, kom uit Drenthe, onze. Als je het kent, dan ben je best wel baas. Oké. Maar wat ik met dit kanaal wil bereiken is dat ik zo leuk mogelijke video's maak. En kijk, daarom ga ik eigenlijk ook ergens een huisje bouwen als ik ergens zo goed rondkijk. En ik ga ook op zoek naar eten. Ah, varken. Varken. Goed zo. Nou, kijk eens aan. Ik denk dat ik hem misschien ergens hier ga leggen. Ja, hier ga ik mijn huisje denk ik wel zetten. Want dat is eigenlijk best wel een goed idee als je weet wat je doet. Oké. Zo. Dit heb ik dus alvast. Nou, tijd om heel erg veel hout te hebben. Even kijken. En dan neem ik ook een beetje berkenhout. Daarmee maak ik de vloer. Maar zoals je kunt zien, is het wel heel moeilijk om in survival te spelen. Voor de eerste beginners meestal. Maar niet voor pros. Daarom, kijk. Wat ik onderhandelijk wil doen, is dat ik namelijk zo goed mogelijk, zo best mogelijk kan doen. Nou, hier zo. Hier zo. Juist. Hoppakee. Kijk eens aan. Heb ik alvast een werkbankje. En ook nog dit. Ho. Ah. Cool. Groot. Goed zo. Ik ga gewoon heel veel koeien pakken. Dankjewel. Kan ik alvast misschien een beetje wat armor maken? Wie weet. Misschien een broekje of zoiets. Dankjewel. Ah. Schaapje. Schaapje pak ik ook. Kom hier eens jij, schaapje. Ik heb je nodig. Staan blijven. Dankjewel. Oké. Ah, kijk. Dit is al een perfect plekje om hem te zetten. En een mijn ook. Nou, wat een groot geluk. Nou, hier zo. Even kijken. Zo, hoppakee. Nee, dan niet. Volgens mij hoorde ik daar een zombie. Nou ja, misschien dat ik hem nog straks tegenkom, maar dat maakt niet uit. Dat maakt me helemaal niks uit. Oké, kijk eens aan. Ik heb alvast dit gemaakt. Werkbankje daar. Kan ik nu bezig met de vloer? Hoppakee.
Even kijken. Zoals je kunt zien is het wel natuurlijk heel lastig om heel erg veel hout te verzamelen. Hoor ik daar nou een zombie? Ja, dus. Er zit hier monsters in de buurt. Maar ja, dat maakt niet uit. Ups. Kijk, die hekjes kan ik gebruiken om hier te zetten voor raampjes. Oh. Even eten. Kijk eens aan, kan ik alvast even eten. Nog een beetje hout hakken. En dan kan ik ook zo twee deuren maken. Huppakee, zo, die. Nou, dat gaat wel goed, zo te zien. Even kijken, die hier. Juist. Goed, zo. Oké, als ik mijn huisje klaar heb, dan ga ik hem eigenlijk al afsluiten, want ik ga zo namelijk nog naar een ander vriendjes toe om te spelen. En ik wil dan natuurlijk niet dat ik hier gewoon alleen maar zit en dan zit te spelen. Dat is helemaal raar. De laatste hekjes. Kijk eens aan. Maar ik kan alvast ook misschien nog de paar minuten nog een klein beetje hout hakken. Ja. Ja, dat kan denk ik misschien wel. Even kijken. Hier. Hier zo. Overal een beetje hout. Kijk eens aan. Misschien kan ik daar alvast een paar wapens van maken. Kijk, je moet natuurlijk altijd beginnen met hout. Voordat je iets van steen of iron vindt. Even kijken, zo. Een axe, nog een axe. Twee pickaxen. Oké. Kijk eens aan. Even kijken. Nou ja, hier komt eigenlijk dan, denk ik, misschien een farm, denk ik. Ja, hier komt de farm. Kijk eens aan. Zo. Nou, dit is dus mijn huisje. En weet je wat ik gewoon doe? Ik denk dat ik gewoon. Kijk, als ik de volgende keer als ik weer er ben, dan gaan we weer verder. Want ik. Het is eigenlijk al bijna tijd. En ik wil natuurlijk niet te laat komen, dus. Nou ja. Maar. Mocht je dit een leuke video vinden, mocht dat zo zijn, druk dan zeker even op het duimpje omhoog.